ben Jolanda en ik werk als docent op het Mondriaan College in Os. Een van mijn favoriete boeken is Waar het licht is van Jennifer Niven. Het boek begint met een jongen en een meisje die boven op het dak van een toren op een schoolplein staan. En het meisje is heel populair op school. Een soort van queen bee, cheerleader. En de jongen is maar een nerd, een geek. Ze willen allebei springen, maar ze springen niet. En wat denkt de school? De school denkt dat het meisje de jongen gered heeft. Maar in werkelijkheid heeft de jongen het meisje gered. Ze kunnen in werkelijkheid natuurlijk geen contact met elkaar krijgen, want het is not done op hun high school. Maar via Facebook krijgen ze wel contact. En later gaan ze een heel mooi project maken voor het vak aardrijkskunde. Er ontwikkelt zich een hele bijzondere vriendschap. En die loopt enorm dramatisch af. Want het leven zoals de rest van de school denkt dat ze leiden, is natuurlijk helemaal niet wat het is. Het is een prachtig boek, heel mooi opgebouwd en het laat heel goed zien wat psychische ziektes kunnen doen met jongeren en hoe ver het jongeren kan drijven.